Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer gaat het om de serie van de bijna finale event die we laatst hebben gehad. Ik ben zoals altijd met mijn vertrouwde juryleden. Links van mij hebben we Tim Beumers en Excellent. Rechts van mij Kimo en gastjurylid Menes D. De battle waar we het nu over gaan hebben is die van Toontje tegen Jensel Krokker. En ik ben heel benieuwd wat Menes D van deze battle vond. Ja, ik vond dit wel een toffe battle. Ik vond Jensel Krokker niet echt goed, maar zijn presence, ik vond gewoon zo'n droge gast. Hij heeft een beetje wat Kaaskoes ook had. Gewoon de aanwezigheid, zeg maar. Dat droge. Ik vond wat hij zei verder niet echt. Heel correct praten die constant en dat pakte Toontje ook heel vet aan. Toontje had voor mij ook de lijn van de battle met die braille shit. Van als je dan die dood kanker Die had op zijn gezicht zeker. En die was zo vet dat de lijn die daarna gooide, nog iets met. Je bent echt behaard en dat is geen. Dat is een krentenpaard of zo. Ja, die viel een beetje in het niet, omdat iedereen nog helemaal zat. Wow, braille. In die vorige. Ja, precies. Dat was wel jammer. En, meer pauze of zo misschien daar. Nee, daar was niks aan te doen. Er was gewoon die lijn had meer aandacht. Dus dan valt die andere een beetje niet. Dat maakt niet uit verder. Maar er wordt wel gewaardeerd. Ook die lijn over Jensel, dat hij hem op een drum en bass feest tegenkwam of zo. Dat hij helemaal van de kaak was. Kickflip deed of shit. Ja, Toontje ziet dat echt niet. Dat vond ik ook heel tof. Ik vond de aanwezigheid van Toontje ook heel vet. Die stond daar lekker losjes. Ja. Gewoon heel. Zo moet je er ook staan, vind ik. Maar. Ja, gewoon een beetje scheid. Alsof je er thuis voelt of zo. Ja, zeg maar. Ja. Juist van door dat gespannen te staan, ga je choken. Jezelf te veel onder druk en spanning te zetten. Te veel blijven nadenken. Ja, gaat het krijg je meer kans op chokes en shit. Ja, en iets met. Dat die Duits van jawohl en dat die dan. Die gast van ja, wol, omdat hij dan een mooie tijd doet. Maar hij had toevallig ook gewoon een wolle shit aan. Ja, dat is crazy. Hij kon ook gewoon een trainingsvest aan. Omdat hij zo voorspelbare vegan shit was. Zo'n hippie lifestyle, je toch? Dat kan niet anders gewoon. En Jens had wel een toffe lijn met die Kip Tantoontje, dat hij van hem ging maken. Derde ronde van Jensel vond ik heel slap, dat kwam niet echt over. Maar ik vond hem, buiten dat hij niet echt sterk kwam, vond ik hem een hele vette presence hebben. Okay. Je bent niet echt te spreken over de lijnen van Jensel Krok. Nee. Ik vond de delivery vetter dan de inhoud. Zeg maar, hij bracht ze heel leuk en dat is blijkbaar dan echt zijn dingetje. Ik weet niet of hij meerdere battles heeft gehad. Maar dus als zijn, zeg maar, als de bars, de lijns, de inhoud die hij heeft, als dat op hetzelfde niveau gaat komen uiteindelijk als zeg maar zijn uitstraling presence. Dan had hij van Toontje. Dan wordt het iets. Ja, dan had hij van mij beter gepresteerd als Toontje. Want ik vind het wel een heel vet typetje wat hij dan heeft, maar hij maakt niet goed gebruik van dat typetje. Dat vond ik wel jammer, want dat kan hij dan blijkbaar wel doen, aangezien als je ziet hoe die gast praat, dat die gast denk ik ook echt zo is. Dus dan... Hij draagt altijd Dat zie je ook bij Mr. Satisfied, die zie je ook zo droog doen in zijn battles, en dan praat je bij het en dan... Jij bent altijd Hij is net zo'n soort method actor, dat je denkt van, oh, je bent nog steeds in je rol. Je bent in je rol. Zo, oh, dit is gewoon je leven. Oh, cool. Nee, maar... Mr. Satisfied doet dat dan wel precies. Ja. Op een manier waarvan ik denk, ja man. Ja. En misschien ook de inhoud die je dan erbij zoekt. Of zo. Ja. En dat vond ik jammer bij Jensel Krok. Ik vind niet dat hij echt slecht is, maar hij voor mij niet echt goed gepresteerd. Dus dat. Oké, duidelijk. Kimo, jouw two cents over deze battle? Ik vond het best wel een dope battle, man. En van tevoren, Toontje had mij heel erg verrast tegen Stef. Mm-hmm. Weet je, dat is natuurlijk ook een tegenstander waarvan je denkt van shit, die haalt ook het beste eer naar boven natuurlijk. Weet je, daar wil je echt je best voor doen. En ik dacht van, nou, ik denk niet dat hij dat vast weet te houden. Maar ik vond dat hij dat aardig vast heeft weten te houden. Nee. Dat hij een goede performance heeft. Je was bang dat hij bij deze battle, als het niet tegen Stef is, dat hij misschien niet... Ja, dat hij toen zichzelf had ontstegen. Dat toen echt verrast. Okay. Weet je? Maar ik vond eigenlijk dat hij het best wel goed heeft vastgehouden. Een aantal van de lijns zijn al genoemd, maar hij zou ook iets van. Dat hij zo'n aardige gozer is dat hij zelfs Chalaman onderdak zou geven. Snap ik. Dat is echt top. En ook, het was een stambeltje tussendoor. Maar voor de rest, hij wisselde wel veel tussen grappige dingen en dat hij me nadeed. En weet je, in hoe hij zijn lijns deed.
En ook niet hele lange setups, weet je, gewoon achter elkaar dingen vuren, dat vind ik tof. Gewoon bam, 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 bam. Vandaar, zij komt met gun, ook al komt hij met gun bars, het blijft een V-gun, die vond ik nice. Ja, een V-gun. Ja, no shit, sure. No, sure, look ho. En Jensel Crocker, ik hou van die man zijn voordracht. Het is inderdaad, hij heeft een eigen stijl. Voordracht is ook echt het perfecte woord voor. Ja, ja, ja. Wat heb je bent al goed voorgedragen. Ja, ja, maar dat doet hij. Ja, dat nee, daarom zeg ik het niet, hij draagt het voor. Ja. Dus, ja, maar jij vindt dat wel tof. Ja, ik vind dat heel tof. Maar het is gewoon zijn eigen stijl, weet je. Om verschillende deelnemers. En maar mis je dan net als Manners ook zeg maar de inhoud in die voordracht? Nee, ik vind de inhoud meestal wel goed. Alleen al hij weer begon, genoot ik er heel erg van. Ik vond gewoon dat hij heel erg afzwakte naarmate de battle vorderde. Okay. En dat hij aan het einde, ja, het was gewoon zwakker. Okay. En dat vond ik heel erg jammer. Dus hij moet eigenlijk gewoon qua energie drie keer ronde één. Toontje was gewoon wel echt, die bracht gewoon A-game. En Jensel, ja, uit die voordracht moeten volhouden, zeg maar, en het zwakte af. En daarmee heeft hij toch wel een best wel groot puntenverschil uiteindelijk gekregen bij mij. Maar hij heeft het een closere battle kunnen maken. Okay. Dus daar heeft hij de bal laten vallen. Oké, okay. De bal laten vallen. Excellent. Ja. Ja, sowieso een petje af voor Toontje, man. Want Toontje komt ook uit de laatste, try-out. Uit dit try-out seizoen, zeg maar, weet je wel. Toontje is gewoon vers en hij is next gen. Hij is next gen en hij kwam midden een beetje arrived. Zo. Hij kwam niet uit de allereerste try-out lichting, maar een beetje midden. Yeah. En hij is zo'n mannetje waarvan ik zei van, je hebt ingrediënten, nu moet je nog koken. Yeah. Je, dus met andere woorden, je hebt potentie, nu moet die potentie uitgroeien tot... Vertalen tot een... Snap je? Ja. Maar nou, de laatste twee, misschien drie battles, kookt Toontje standaard. Je kan niet meer tegen hem zeggen, je hebt ingrediënten, je moet nu nog... Toontje is gewoon gevestigd. Hij heeft een 24 shit gevonden. Shit gewoon, Toontje zit in zijn groove. Nu weet je gewoon, als Toontje gaat battelen, gaat hij koken. Toontje, ik weet nou gewoon van deze man gaat met iets, hij gaat met iets geks komen. Ja. Je komt dan met je slabber naar de battle. Toontje gewoon. Is gewoon, je kan hem gewoon, als hij weer het seizoen zal zijn, zou hem gewoon in de... je zou gewoon in de... je kan hem in de sessie verwachten. Excellent heeft een baby. Je kan Toontje in de sessie verwachten, man. Ja. Als een volgend seizoen komt, Toontje kan je in de laatste sessie verwachten. Okay. Zo'n mannetje is hij. Zo'n mannetje is hij. Je kan, hij gaat richting top 10, man, Toontje. Serieus, man. Okay. Ja, maar is het dan ook potentieel misschien een nieuwe seizoen getter-winnaar ding? Dat zeg je toch? Dat zeg ik net. Je kan hem in de laatste 16 verwachten. Ja, laatste 16 betekent niet per se dat je ook, nee, zeg maar... Nee, dat is al heel wat. Daarop houden gewoon. Er zijn nog genoeg andere gevaarlijke mannetjes in die shit. Dus de laatste 16 zie ik hem zo in eindigen als hij zo doorgaat, weet je? Oké. Okay. En Jensel, ja, hij is nieuw. Voor de laatste trials hielden zei ik, we zijn op zoek naar iets wat we nog niet hebben. Ja. We ain't got no Jensel. Dat is wel Jensel. All that happened. Exactly, snap je? Dus ja. Okay. En Jensel is nieuw. Ik bedoel, dit is misschien zijn tweede, derde battle. Dit zijn tweede battle. Dit is zijn tweede of derde battle. En hij heeft volgens mij niet eens gebattled voor Porsche. Dus als je kijkt hoe nieuw hij is en dit al zijn beginfase is, kan hij heel gevaarlijk worden. Als hij echt zichzelf vindt in zijn stijl, kan hij dangerous worden. Ja. Ik bedoel, sommige tophitters van seizoen 1, die begonnen echt lame. Die begonnen echt wack gewoon. Ja. Met chokes, alles en wack. En na een tijdje werden die pas gewoon de legends en bekende, whatever die ze nu zijn, snap je? Ja. Ga helemaal geen naam noemen, maar niet iedereen wil altijd een flitsende start. Ja. Mannes kwam binnen, heeft geslijst van begin tot einde. Niet iedereen komt zo binnen. Maar niet iedereen heeft dat gedaan. En sommige mensen slijzen nu wel, terwijl ze in het begin misschien Schwakkie niet zo... waren, snap je wat ik bedoel? Dus ja, dus daarom zeg ik, Jensel Crocker is nieuw. Dit is zijn tweede, derde battle. En als dit jouw potentie is en je daarmee gaat koken, gaat het echt gevaarlijk worden, man. Dan kan hij een goede vegan gerecht maken. Hij gaat een goede vegan gerecht maken, man. Met tahu à la kachel. Tofu. Tofu, alles, man. Let's get it. Man. Tim, ben je een liefhebber van tofu? Ja, ik vond vooral toen Toontje zei van mokro zeggen tfu, jij zegt tofu. Ik weet niet, wat ik echt cool vond aan wat Toontje deed. Toontje heeft, zeg maar, in zijn battle tegen Stef, deed hij bepaalde dingen en die werkte. En wat hij deed, je weet een goede, als je op Netflix een serie kijkt, begint het een soort van met vorige keer in deze aflevering. Eerst even een korte samenvatting van de vorige. Dat is wat Toontje vandaag ook deed. Hij pakt, zeg maar, stukjes uit zijn battle van Stef. Hij zei van, en dat vergeleek hij dan weer met Jensel van, Stef heeft inspiratie, maar jij hebt, jij dacht dat hij pakt een soort van, wat ik eigenlijk nog vaak heb gezien. Ja, hij zei iets van, Stef doet spuiten en inspiratie, ja, maar hij pakt een soort van beat en
Irrigatie, je pakt een bloemkool. Irrigatie, maar wat hij dus heel slim deed. Een soort van, oh, mijn vorige battle ging cool. Laat me gewoon een paar flashbacks pakken uit die vorige battle en aan jou refereren. Dat had Giant ook goed gedaan, toch? Die had jouw vriendin een superheld was, dan was het en dat deed hij dan de volgende tegen. Dat is gewoon slim van, oh, dat werkt, laat me daar aan refereren. Dus dat vond ik echt... Maar is het, zeg maar, moet je de volgende battle ook weer doen? Als het werkt, werkt het. Weet je, je hoeft er niet gelijk een ding van te maken. Maar vandaag, het viel me op dat ik dacht van, ah, slim van jou. En wat ik heel tof van Antoontje, net als Noozie, had het naar zijn zin. Hij kwam binnen en denkt van, nou, even leuk battelen. Ik zag hem staan en dacht ik, nou, jij vindt het leuk dat je daar staat. Jij vindt het leuk dat je dit doet. Ja, en je merkt hele... ook in de manier hoe ze... Ja, maar die energie is gewoon tof. En dan als je kijkt, als je dan echt gaat focussen, denk je van, hé, eigenlijk doe je dit hetzelfde als toen en dit hetzelfde als toen. Maar dat valt eigenlijk helemaal niet op, want het is gewoon leuk wat je aan het doen bent. Weet je? En uiteindelijk is dat gewoon het ding. Je komt binnen, je doet iets. Goed voorbereid, je doet op een leuke manier, het publiek kijkt en van, hé man, tof wat je doet. Klaar. Ja, dat is ook een hele rare choke. Een heel rare zinnetje sprak die echt fuck dat wazig uit. En dat vond ik niet eens erg. Nee. Dit was gewoon funny. Als het gewoon leuk is, dan was het gewoon cool. Ja, weet je, dan is het gewoon geen stress. Wat ik bij Jensel eigenlijk heel grappig vond, was dat hij een soort van hele rare invalshoeken die werken, maar soms vallen ze niet eens op. Hij zegt, je hebt het zonder meer wack als het monster van Loch Ness. Ik dacht, ah ja, zonder meer, meer wack. En hij stapte er een soort van, je hebt zonder meer wack als het monster van Loch Ness. En hij gaat door en denk je van, je bent dus volgens een beetje, oh wacht, hij bedoelde dat. En eigenlijk is het een soort van grappig wel. Ja. Hij zei van, ik smeet bars. Ik ben een kindvriendelijk, noem maar Bar Smit. Maar ik heb, ik zeg maar, Jensel Krokker heeft zeg maar een hele rare manier soms om pauze te houden. Maar hij doet ook soms zeg maar die pauzes in plaats van aan het eind van de zin, soort van ergens midden in die zin of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar zeg maar, zijn hele vibe is een soort van, ik ben eigenlijk presentator van het Klokhuis. Een soort van kindvriendelijke, grappige VPRO-rapper. Vegan rapper. Precies. Maar op een gegeven moment had één stukje, ging helemaal stuk. Hij zei tegen Toonsie van, je bent eigenlijk te dom voor de Unie. Je bent te slim voor het VMBO. Je bent echt zo'n blanke multimedia management studie rapper. Je bent echt zo'n multimedia manager muzikaal. Ik dacht van, ja. Ik heb wel zelf media en entertainment management gedaan. Ja, maar jij kwam van jou, in een stroom naar boven. Voor hem was het, ik ga maar gewoon dit doen. die zin was gewoon on point as fuck. Ja, en om excellent te quoten, laten we naar de cijfers gaan. Wat zijn jouw cijfers ook on point as fuck? Ik had voor Toonsje een 7,9 en voor Jason Crocker een 6,8. Dat is best wel on point, toch? Kimo, ik ben het bijna met onze grote vriend eens. Ik heb een 7,5. Nee. Ik heb een 7,5 voor Toji en een 6,5 voor Jessel. Hele kleine verschillen hoor ik hier. Ik had een 7 voor Toji en een 6 voor Jessel. Oké, wel echt één hele cijfer voor Toji. Ja, had ik ook, 7,5, 6,5. Puur omdat hij had wel, ja, hoe noem je het? Wat ik, ja, de presence had hij wel, maar hij had niet de inhoud die ik verwachtte. Oké. Excellent. Jensel Krokker een 7,5, Toontje een 7,9 man. Oké. Duidelijk. Top. Bedankt voor jullie cijfers. Zijn er 6,5 of 7,5? 7,5. Ja toch? Ja. Okay. Bedankt voor jullie cijfers. De eindcijfers zijn binnen. Jensel Krokker is geëindigd op een 6,7. Toontje is geëindigd op een mooie 7,5. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die hebben kunnen beslissen wie er heeft gewonnen. Ook jullie mochten meestemmen. Als je naar punchoutbattles.nl gaat, zie je wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik bedank mijn juryleden Kimo, Manis Day, Excellent en Tim Beumers. Graag gedaan, die wil heel graag drinken pakken, dus ik ga heel snel afsluiten. En ik zie je de volgende keer bij Punchout Battles. The Judgment.